Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Via Google Earth kun je tegenwoordig de restanten zien van de wielerpiste in Kapellebrug. Een dunne ellips in een verlaten veld op de grens met België. Daar moet het zijn geweest. Als je maar lang genoeg kijkt, zie je hoog in de bocht César Bogaert nog aangaan. De kampioen uit Sint-Jansteen. Krijgt hij de grote braspennings uit het wiel? Duizenden toeschouwers strekken zich uit. Bijna raakt hun neus nu het beton. Wie haalt het in de sprint? Dat was nog eens entertainment op de zondagmiddag. Google Earth is er niks bij. Ik zoek de wielerbaan van Kapellebrug. Oei, dan bent u hier verkeerd. Waar moet ik zijn dan? Als u hier 300 meters verder gaat op de Gentse Vaart, dan heb je op een gegeven moment een supermarkt aan de andere zijde van de straat. Dan ga je naast de supermarkt uit een dreefje in. En de eerste slagboom die je tegenkomt, aan de linkerkant, kun je de bossen in. Meneer, mag ik u wat vragen? We zoeken de wielerbaan van Kapellebrug. De wielerbaan? Ja. Nou, dat moet een beetje verder zijn. Ja? Weet u dat nog? Nou, ik niet. Maar toen was die al afgebroken. Maar hij moet hier ergens in de buurt zijn dus? Dat klopt. Is er nog wat van over, of niet? Volgens mij niet. Dan weet ik niet precies welk nummer het is, maar het is meer naar Gent toe. Dus die moet tussen deze dreef en die juizen moet die gelegen hebben. Oké. Dat is de piste, is dat. De piste die leg je erachter, daar aan die bomen die je daar ziet. Die rijbomen. Dat was vroeger een betonbaan en dat was de piste van Kapellebrug. Ja, een betonpiste was dat. Wat weet u daar nog van? Goh, de Beskop uit van de Paal, die hebben daar nog op gekoerst. Wie was dat? Den Beskop, Raf Den Beskop, dat was vroeger een hele goede kreur. En die hebben er nog op gereden. En die mannen die weten daar nog meer van, want dat is een oudere generatie. Die man is 85 jaar, maar was de beste kreur uit een omtrek. Ik heb begrepen dat u nog op de wielerbaan heeft gereden. Kapellebrug. Ja. Dat klopt. Wat weet u daar nog van? Dat een beetje. Aanmolen meer, maar toch een beetje. Allee. Toch een beetje. Waren er moeilijke wedstrijden daar zo, altijd, op Kapellebrug? Ja, dat was altijd moeilijk, he. Het was beton, hè. Dat waren betonnen dingen, hè. Betonnen piste, bedoel ik, hè. Heeft u ook zelf nog op de piste gereden? Ja, maar bij de liefhebbers verder niet. Waarom niet? Oh, dan was ik het beu. Toen was het beu? Ja. Waarom? Dat ging harder. Die sfeer was goed, dat was al druk. Ik kwam hier ook van alle vakjes Vlaanderen hier. En van België. Zullen we naar die baan gaan kijken? Ja, hoe het er nu niet, nog erbij ligt? Er wordt niet veel meer van zien. Oh, nee? Nee. Toch gaan we kijken of er nog wat is. Ja, maar dat is het enige wat je moet nog wel kunnen zien. Ik weet het niet, jongen. Ik weet het niet, of het ook niet, ik weet het ook niet. Maar als je kunt kijken. Oh ja. Kunnen kijken, hoor. Ja.
Hier loopt die piste. En als hier, hè, komen de mensen erop. Ja. En hier loopt die. Ja, wat horen die dingen, Martien? Ja, maar je ziet er niets meer van. Je ziet het. Je ziet er niet veel meer van, hè. Je ziet er niets meer van, hè. Je ziet niet van, hè. Allemaal bos. Allemaal begroot. Ja, je ziet er eigenlijk niet meer van. Je ziet er niets meer van, hè. Je ziet er niet meer van. Je ziet er iets van. Het zijn hier allemaal biomers, hè. Ja, die ziet niks meer. Maar hier loopt de piste, hè. Ja, hier loopt ze. Hier loopt ze. Voeren die sparen, nee, voeren die bos was de piste. Hier, waar dan we staan. En dan moet hier die bocht geweest zijn, dan moet hier die bocht geweest zijn. Hier. En dan zie je, en daar gaat het ook. Hier lacht ze. En hier worden de kabinetjes voor de ruitenkleed. Ja, voor de te wassen en voor de douchen dan al, dat was hier. Hier hebben we nog steeds dit om de. We gaan dan hier. Nee. Je hebt nog een stekbeton. Nee. Dat is nog een stek. Nee. Ja. Nou ja, daar lagen je zeker 7, 8 pisten op het randje. Steken, zelfdood, Sinterklaas, Rasmussen, Beven, Zierings. Maar het is wel een schuur piste, hè? Dat hoor. Dit was de mooiste? Ja, was de schuur, hè. Ja. En waarom was dit de mooiste? Vond ik dat. Je moet niet vergeten, in de tijd dat je die wielerbaantjes had in Zeeland, dan bestond het wegwielrennen niet. Er is in Nederland een wet geweest dat tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog mochten er geen wegwielerwedstrijden gehouden worden, behalve, dacht ik, het Nederlands kampioenschap. Dus moesten ze banen aanleggen. Die hele kleine tonnetjes, bloedstijle wanden en raggen. En dan stonden er mensen 10 rijen dik voor 2 cent per stuk. Naar die baan te kijken en naar hun helden. En het leuke aan banen is dat je het natuurlijk de hele tijd kon zien. Het is niet een koers die af en toe een keer voorbij komt. Nee, ik kon de hele koers zien. Dus dat was ongekend populair. Het waren houten banen en er werden sprintwedstrijden gehouden. Een oude vriend van mij die in de jury heeft gezeten zei dat er ook nog 6 daagse zijn gereden. Ik weet niet of het waar is. Maar in elk geval wel heel vaak sprintwedstrijden op doordeweekse dagen en in de weekends. Maar die wielerbanen die zijn op een gegeven moment verdwenen omdat er geen animo meer voor was. Meneer, het schijnt wel dat u iets af weet van de wielerbaan in Capellebrug. Ja, ik weet er al veel van, ja. De gebroeders Piekenvet en de gebroeders Buizen, die hebben die toen de tijd opgericht. Ja? Dat was, eerst was dat dus een piste van van Zendels. En wielerwedstrijden, weet u daar nog iets van? Ja, maar... Degene die daar iets vanaf weet, die dat allemaal verzameld heeft, ja, die woont nu op de Zeildijk. Dit was de opgang van de piste. Naast die schuur gingen ze zo naar achteren. En dan hier stond ergens, hebben ze ons verteld, ergens een of ander huisje en dan moest je dat betalen. Dat was de opgang van de piste, noemde men dat. En dan hierachter, waar bij ons aan die bult lag, daar kon je die baan op. Wij wisten de eerste 2 jaar niet dat de piste daarachter had gelegen. En wij dachten dat het een vuilnisbelt was die aan het eind van de tuin lag. Echt zo'n bult, ja, waar brandnetels op stonden. Maar toen deden we op de tuindag en toen kwamen de vrouwen voor de tuin en de mannen, minder geïnteresseerd, die gingen naar die vuilnisbelt, zal ik maar zeggen. En die zeiden, weet u wel wat hier gelegen heeft, de piste. Dus kwamen steeds meer mannen hun verhaal vertellen.
En dat is eigenlijk het begin geweest dat wij geïnteresseerd raakten in de geschiedenis van die piste. Was het moeilijk om informatie daarover te krijgen? In het begin wel. In het begin was het heel moeilijk. Maar op een gegeven moment deed dat de ronde en dan kwam er wel een foto. En dit is echt wel een van de mooiste foto's van... Was van de meneer Steins. Van meneer Steins, van Klosterzande kwam die man. Die had ook veel informatie. En het leverde hele mooie verhalen op, neem ik aan. Ja, en we werden steeds ook geïnteresseerd door dat 1924 is begonnen. Door die voorgeschiedenis, wat de mensen allemaal moeten doen hebben om die piste handmatig aan te leggen. Wat nu vandaag de dag niet meer denkbaar is. Als je weet dat zoveel mensen zoveel inzet hebben gehad. Zoveel uren, voor, allemaal gratis en zwaar werk hebben verricht om dat te realiseren. En dan nadien konden gaan genieten van die wielerbaan. Ja, dat is iets uniek. Dat zie je niet meer vandaag de dag. En dat vind je dan als... Dan ben je wel een stuk jonger, maar dan denk je van... Moet je nou eens kijken wat die mensen gedaan hebben. Dan sta je met de tranen in de ogen. Ik heb mannen horen zeggen van ze zouden het opnieuw moeten opbouwen. En als het aan mij ligt, mag het natuurlijk ook. Ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, ze hebben van alles van sport. Dus waarom niet terug een piste bouwen? Het zou misschien weer terug belangstelling wekken en de jeugd weer voor de wielersport interesseren. De Posburg zit eigenlijk in mijn vaste trainingsrondje. Ik rijd de Posburg dan ongeveer 2-3 keer op. Het is een beetje vals plat, maar net iets meer denk ik misschien. Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee!